Daar is ze weer, gravin Machteld. De beschermvrouwe waar Schavesand de stadsrecht aan te danken heeft. Het beeld wordt nu ergens in een kist bewaard en komt pas weer tevoorschijn als het voormalige gemeentekantoor een nieuwe bestemming heeft gekregen. Dat kan nog wel jaren duren. Kunstenaarscollectief Wit is het lange wachten zat en verlangt dat het beeld nu al in Schavesande terugkeert. Om hun verlangen kracht bij te zetten halen ze zaterdag handtekeningen op bij het winkelend publiek. Nou, we gaan vanaf 11 uur op het vanaf Marktplein in Schavesande gaan met een beeld van gravin Machteld aan de wandel. Om de mensen te laten zien van kijk, dat missen we eigenlijk al 2 jaar binnen Schavesande. Nou, het is 2 meter hoog en het is niet helemaal op ware grootte, maar we wouden natuurlijk wel een beetje indruk maken. Dus, Maar gravin Machteld staat ook voor de 2 andere beelden. Dus totaal 3 beelden die we missen al een geruime tijd in de openbare ruimte van Schavesande. Dit zijn de kunstwerken Paard en Ruiter en de Druivenkrenster. Van de beelden doken eerder deze foto's op. Gemaakt op de gemeenteopslag in De Lier. Ja, dat is ongelooflijk dat je zo met beeldende kunst omgaat. En beeldende kunst betaald door de inwoners van toen Schavesande en nu Westland. Hè? En ja, de manier hoe daar nu mee om wordt gegaan, dat is voor mij onbegrijpelijk. Er is ooit in de tijd wel een plek toegezegd, hè, als het oude gemeentehuis gesloopt wordt. Maar ja, hoe lang duurt het nog? En dan moet er een nieuwbouw komen. Dus pak een beetje over 2 jaar. Het beeld is al 2 jaar weg, dus dan praten we over 4 jaar. Mensen, kom op, waar willen we nou naartoe? Zet het beeld dan eens een keertje terug. Plus hopen we uiteraard op handtekeningen. We hebben er inmiddels al 1000. Dus die bieden we aan de gemeente en kijken of ze eindelijk een keer in beweging komen op dat gebied. Ja, ik weet een beetje uit de volksmond dat de meningen zeer verdeeld zijn over dit beeld. Dus, maar ja, we gaan het zien. Zaterdag om 11 uur begint het kunstenaarsprotest in het centrum van Schavesande. Bij slecht weer wordt de actie een week vooruitgeschoven.